Silence broken by sounds not heard before. And the sight of ghostly sails had come from far away. And a whole new journey started when they heard the captain say. Uit het logboek van Kababoes. Dag 15. Ho, ik heb goed geslapen joh, veel gedroomd weer. Maar ik kan het allemaal niet meer navertellen. Twee vroege auto's passeren. Hoi, de auto. Maar is het tijd om op te staan? Even ontbijten en dan de tent weer afbreken. Op weg naar de grotere weg passeer ik een heuvel met een bankje. Hey, denk ik. Die bankje, die staat er niet voor niks. Hey, bankje op een heuvel. Als er een bankje staat, staat hij dan niet voor niks. En wat nou zo leuk is aan het bankje? Je kunt uitkijken over de boswerkzaamheden. Hoe ze de bomen weghalen. Dus je hebt steeds meer uitzicht. Hop, gaat er weer een. Die machines die vreten bomen alsof dat wij suiker vreten. Stalen, grommende monsters vreten bomen alsof het niks is. Met bredere ijzeren rupsbanden ploeteren ze zich moeiteloos door het terrein. Niets blijft bespaard. Ik wil weg. Ik wil op naar Groningen. Of Grunningen. Het veelbelovende meer. Zo'n groot meer. Dat moet toch wel open zijn, toch? Ik kwam sinds gisteren steeds vaker open water tegen. Alleen waren dat geen kanoewaters. Ze waren niet toegankelijk. Of er was allemaal bebouwing langs de oevers. Ja, daar kan ik niks mee. Hey, ik heb open water gevonden. Nog helemaal voorbij Stiklestad. Fokje in het weg. Alleen, het is wel vloeibaar. Maar je kan je nergens varen, joh. Het is voor mij gewoon zeewater ook. En langs de oevers kun je nergens afmeren. Het is allemaal privé. Allemaal weiland, allemaal van boerderijen. Maar goed, er is hoop dat stoere Grunningen ijsvrij is. Een stukje fast forward over de snelweg. 90 in plaats van 80 km per uur. En ja hoor, er verschijnt weer sneeuw in de bermen. De zijwegen zijn weer ontoegankelijk door sneeuw en ijs. Ja hallo. Dit is wat ik vorige week al te veel gezien heb en wat ik juist probeer te ontvluchten. Weten ze hierboven wel dat het al half mei is? Dat over 5 weken de dagen alweer korter gaan worden? Dat meer dat ik voor ogen had bij Maria Gilden, die kon ik niet bereiken, want de weg is toch onder de sneeuw en ijs. Oeps. Het valt ook niet mee om hier vloeibaar water te vinden in Noorwegen op dit moment. En ja, dat was het plan. Helaas. Hier verder doorrijden loopt sowieso al dood. Ja, ik had daaromheen. Nee, loopt ook dood.
Dus ik moet terug. De nabijgelegen meren zijn ook nog bevroren, ook de grotere. Dus zal mijn doel ook wel bevroren zijn. Dus ga ik maar even naar dat Mariakerkje wat ik zojuist gepasseerd ben. Dat was wel even leuk om te zien. Een heel klein kapelletje. Eigenlijk alleen maar een overdekt altaar. En banken in de buitenlucht. En dan passeer ik een kleiner meertje. Zo wit als een laken. IJs en ijs en ijs. Ik heb een klein meertje gepasseerd. Wat denk je? IJs! Ah. Maar goed, dat was een iets kleiner meer dan waar ik nu op weg ben. Fingers crossed. Duimen. Duimen dat... Als mijn navigatie uiteindelijk zegt dat ik linksaf moet, zie ik geen weg. Alleen staan er wat werkbusjes. En op wat de weg zou moeten zijn, staan sneeuwscooters geparkeerd. After 200 meters, turn left. Turn left. Ja, sla linksaf. Wat denk je? Als ik dat wil, moet ik een van de sneeuwscooters nemen om verder te kunnen. Ah, ik ben er een klein beetje klaar mee. Ik ben een klein beetje moe met de zat aan het worden. Hoe moeilijk is het om in Noorwegen te kanoen? Mate, turn around when you can. Oh. And if those backseat drivers don't keep it down, we'll ditch them at the next servo. Ik denk dat het tijd wordt voor plan L. M. Ja. Plan B is inmiddels al zo vaak opgewaardeerd en bijgesteld dat ik inmiddels al ver in het alfabet zit. Doorgaan of terugkeren naar Snorsaas. Of ik rijd verder de weg af tot Straumen. En ik kijk of het volgende meer ijsvrij is. Gewoon even een kijkje uit nieuwsgierigheid. Het is een smalle weg, half verhard. Met uitwijkplekken voor als je tegenliggers tegenkomt. Een stuk of vier auto's, een vrachtwagen en een cementwagen. Het past allemaal maar net. Het weer is prachtig. En de dubbele cijfers variëren van 11 tot 17 graden Celsius. Grappig dat ik de thermometer in de auto nu ook als hoogtemeter kan gebruiken. Voor elke graad verschil ben ik 100 meter gestegen of gedaald. Onderweg passeer ik een indrukwekkende waterval. Wat een gebulder, wat een geraas, wat een kracht en wat een nevel komt daar vanaf. Nog een klein stukje door te rijden tot aan een brug. Oeh, een spannende weg, smal, kronkelig en als een achtbaan. En dan is er plots een tunnel waar ik doorheen moet. Het plafond van de ingang is van golfplaten. Wat als er een tegenligger aankomt? De tunnel is maar één auto breed. Elkaar passeren kan niet, laat staan uitwijken.
en achteruit een donker gat inrijden zonder oriëntatiepunten, dat lijkt mij ook geen optie. Op hoop van zegen dan maar. Ik zit er inmiddels al in en ik heb geen andere keuze dan door te rijden. Het lijkt heel lang te duren voor ik weer daglicht zie. En godzijdank geen tegenligger. Een paar honderd meter verderop is een tweede brug. Nou, toch maar even dus daarheen kijken en dan omkeren. En dan terug naar Snorsaas. Maar bij die tweede brug staat helemaal geen stroming. En er is een plek om de kano te water te laten. Ja, dit is even boven verwachting. Uitpakken dan maar. En dat wordt dus plan N, geloof ik. Ik heb een stuk chocola nodig. Man, man, man. Even buiten kijken. Haha, nou plan N lijkt te werken. Het meer is vloeibaar. Dat is al een goed begin. Nou wel, ik denk dat eindelijk plan O van kracht is. En wat prachtig mooi weer, man. Dubbele cijfers, 16 graden. Ik kan mooi de bodem zien. Niet zo diep. Dat is ook mooi. Waarom weet ik niet. Maar het is prachtig mooi weer, man. En ik ben blij dat ik vloeibaar water gevonden heb in Noorwegen. En het is mei. Het is bijna moederdag. Het voelt bijna weer raar om op het water te zijn. En om het onbekende tegemoet te varen. Maar ook wel weer vertrouwd, zo in mijn eigen kano-cockpitje. De zon schijnt, het is warm, zo'n 17 graden. Dus ik heb ook mijn slippers en mijn korte broek meegenomen. 'S Nachts zal het nog wel koud zijn, maar overdag is het heerlijk. En de vooruitzichten zijn dat het de hele week zo blijft tot na het weekend. Dat klinkt nog heel ver weg.